Stichting Dromen zonder Beperking probeert lang gekoesterde dromen van mensen met een beperking te vervullen. En alle mensen moeten een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking hebben om voor een droomvervulling in aanmerking te komen. Als je dan een paar maanden later terugkomt en mensen zeggen nog steeds van nou dat was zo'n topdag voor haar, ja dan weet je gewoon dat is goed gegaan. Droom mee, doe mee!